Tegenwoordig is online veiligheid essentieel. Daarom presenteren we de SafeOn Web Browser Extensie, die je helpt de betrouwbaarheid te beoordelen van elke website die je bezoekt. Het kent een vertrouwensniveau toe aan elke website, hoog, gemiddeld of laag. Dit niveau is gebaseerd op bekende factoren. Met betrekking tot het domein van de website, de eigenaar ervan en het certificatieniveau dat is verkregen bij een certificeringsautoriteit. Nu leiden we je door het installatieproces. Snel en eenvoudig. Begin met het openen van je Google Chrome browser. Klik rechtsboven in je scherm op de drie puntjes en selecteer extensies. Kies extensies beheren. Aan de linkerkant van de pagina vind je de link Web Store. Zoek naar SafeOn Web in de webwinkel. Op de pagina van de extensie vind je een knop Toevoegen aan Chrome. Bevestig om door te gaan. Zodra de installatie is voltooid, klik op het puzzelstukje in de rechterbovenhoek van jouw scherm en vervolgens op de speld naast de SafeOn Web extensie. Het SafeOn Web pictogram verschijnt in jouw Chrome werkbalk. Je bent helemaal klaar. Nu kan je de SafeOn Web extensie gebruiken. Laten we eens kijken naar een aantal veel voorkomende vragen. Scant de extensie mijn website? Nee, de extensie evalueert enkel informatie met betrekking tot het domein en het niveau van de certificering, verkregen bij een certificeringsautoriteit. Volgt het mijn online activiteiten? De extensie verwerkt alleen jouw browseactiviteit in de mate dat dit noodzakelijk is om informatie te verstrekken over de betrouwbaarheid van de websites die je bezoekt. Alle informatie wordt zo snel mogelijk geanonimiseerd. Kan ik het ook op mijn mobiele apparaat krijgen? Helaas is het voorlopig alleen beschikbaar op desktop. Vervangt het een antivirusprogramma? Nee, het beoordeelt vertrouwensniveaus, maar scant geen inhoud. Gebruik dus een antivirusprogramma voor volledige bescherming. Voor meer informatie en antwoorden op jouw vragen kan je terecht bij safeonweb.be. Stay safe!